Dit is de tutorial van Joomla, hoe voeg ik een Vimeo of YouTube filmpje in een artikel. Oké, nou het eerste wat we voor moeten zorgen is dat we ingelogd zijn. Zo. Oké, nou zien we dat we ook de editor krijgen en het beheer over ons, nou, laten we zeggen het onderhoudsmenu. Nou, ik ga hier eens even kijken. Comments staan aan de onderkant van de pagina. Ik zie dat hier een afbeelding staat met een mooie carouselachtige tool. Dat werkt hartstikke leuk met een pop-up in een dimmed layer, een uitvergroting. Oké, nou deze gaan we editen. En dan gaan we hier tussen de tekst en die afbeelding gaan we een filmpje invoegen. Nou, dan maak ik eerst wat ruimte zo in de tekstpagina. En dan wil ik gewoon dat hier het filmpje komt staan. En hier staat namelijk de code. Waardoor die gallery daar weer gegeven wordt. Nou, als eerste ga ik op zoek naar het filmpje. Even kijken, dus ik pak YouTube eventjes in dit voorbeeld. Uiteraard, oh kijk, hier is een mooi filmpje. Ja, Self-Employed, Lost. Die gebruik ik graag als voorbeeld. Zo, nou, wat we hebben is dat er hier een hele lange link staat. We hoeven niet te embedden. Het kan wel, maar dan moet je in de code van de pagina gaan rommelen. Dat willen we niet het liefst. Dus wat ik gedaan heb, is ik heb hier de URL heb ik gekopieerd. Ik ga naar mijn artikel. Daar staat mijn cursor te blinken. Ik kies hier voor het Insert Media icoon. Krijg ik een pop-up. Vervolgens kies ik uit de mediatype lijst wat voor type filmpje het is. Het is een YouTube filmpje. En dan paste ik hier de URL. Die plak ik daarin. Nou, hij maakt vervolgens zelf dimensions aan. Dus de breedte en de hoogteverhouding. Maar dat kunnen we straks nog aanpassen. Dus laten we in dit geval gewoon zeggen insert de video. Nou, dan krijgen we, als ik eventjes de teksteditor wat vergroot, dan krijgen we dus een geel vlak die aangeeft hoe groot de video is. Nou, ik weet dat de video wat breder is. Hij is namelijk 16 staat tot 9 formaat. Dus ik trek hem alvast eventjes wat over de breedte en daar kan ik later nog op terugkomen. Ik sla dit op. Nou, that's it. Daar staat hij. Hij staat heel mooi en netjes in de content, oftewel ja, op een mooie plek in mijn artikel. Ik kan hem natuurlijk overal op een willekeurige plek plaatsen waar ik wil. Nou, ik kan nog een keer teruggaan om te zeggen van oké, hij moest toch nog wat groter, breder of minder hoog, etc. Dit is eigenlijk alles.